gaan we eens horen wat jullie te vertellen hebben over de oorlog. Aaltje Nijmeijer. En de meisjesnaam? Aaltje Buitenhuis. Aaltje Buitenhuis. Was u toen nog, hè? U bent nu 93? 92. Oh, sorry. Maar in de oorlog dus bewust meegemaakt als tiener, zeg maar. Ja. Nou, Geert. Ja. Geert Balknecht. U was een jaar of 9 toen die uitbrak, hè? Ja. Dus ook wel heel bewust meegemaakt. Ja. Als kind de oorlog meemaken, dat was nogal wat, want er is een boel van jullie afgepakt eigenlijk, of niet? Nou ja, kijk, die dag, Waardberg en Koestadzoon waren, 10 mei 1940. Ja. En toen kregen wij een berichtje thuis, er kwam in de Meppen, Zuidlijn water in voorraad hem, want de bruggen in Meppen gaan de lucht in. En dat heb ik ook gezien, dat de Galkanbrug de lucht in ging. Ik kon hier vandaan zien. Hier vandaan zien? Ja. Dus aan alle standen, alles schoon. En een muur, alle vier stappen, een grote wagen met paarden zo uit daar. En dan waren de Duitsers kanonnen erop. En die zetten ze zo allemaal bij mijn vader achter de boerderij. Dat was angstig, of niet? Nou ja. Of dat... alleen maar een avontuur? Ja, nou ja, toen, maar ik ben 9 jaar, ja. Dus ik begrip dat allemaal niet. Ja. Wat dat betekende net. En één ding is altijd bijgebleven. Die soldaten die zetten de paarden in het hooivak. En die soldaten die gingen op bestalding, wat stropen gooien, gewoon onze bestal slapen daar. Maar wat mij opviel, dat die soldaten, dat waren mannen in eind 30, 40 jaar ongeveer. Die hadden de kinderen en de vrouw thuis natuurlijk, want die moest niks hebben van die krieg. Nee. Maar die stonden schrijnend op de. Wat, en dan zie je dat, jongen, maar dat begrijp je gewoon in 9 jaar. Dan denk je, ja. Wat betekent het allemaal? Ja, ja, dat heb je dan niet gehad. Nee, maar dat was dus echt het allereerste begin wat u... Ja, en die hebben daarna geslapen met om onze verderom naar de Afsluitdijk. Was gewoon Amsterdam nog geroepen. Via de Afsluitdijk. Maar ze waren hier dus op 10 mei. Ja. Aaltje, weet jij er nog wat van? Van die eerste dag? Ja, dat die soldaten eruit kwam, ja. 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 Ook met de pen, hè? Ja. Ja. Maar mijn moeder was zo bang. Verschrikkelijk. Ja? Ja. Ze zag het aankomen. Ja, maar die moest alles goed doesteren, s'nachts met de vliegtuigen. Voor die scheuren, s'nachts zo. Ja. En daar waren ze zo bang voor. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Hoeveel waren jullie thuis? En je moeder, je vader? En twee broers aan. En twee broers met een vriend? Nou, met vijf. Dat is angstig geweest. Ja, heel angstig, ja. En is dat de hele oorlog zo gebleven, die angst, of ging het later wel wat weg en werd het wat rustiger? Die werd wel rustiger, ja. Het was een hele gewaarwording natuurlijk, die eerste dagen. Ze wilden graag bruin brood hebben, dat weet ik nog. Bruin brood? Bruin brood. Ja. Nou, we hebben hier wel een bakker op de, hè? Die maakte dat wel. Of, ja. Maar ze zaten ook bij jullie thuis? Ja. Veel? Of... We waren 35 per niet achter u stil. Jongen,